Is het nou een doek of een mat? Oh, oh. Ja, nu doet hij het. Hey, Wendy hier. En Chantal. Ga je mee? Hi, Wendy hier. En Chantal. En vandaag zijn we bij een asfaltcentrale. En weten jullie wat wij hier vandaag gezien hebben? Asfalt op een mat. Heel bijzonder, dus daar gaan we jullie maar snel meer over vertellen. Nou, achter ons zijn ze inmiddels de laatste stappen aan het zetten van de mat. Maar Wendy en ik hebben van het begin af aan mogen meekijken met de maak van een asfaltmat. De basis van elke mat met asfalt is dit doek. En als je kijkt naar dit doek, dan zie je ook dat er hele kleine lusjes op zitten. En die lusjes zorgen ervoor dat het asfalt goed hecht aan het doek. Dit apparaat gaat eigenlijk over het doek heen, wat vervolgens dus een asfaltmat wordt. Ja. Daar zit een bak met zand in. Bak met zand in, maar ook het sproeit water. Er kan ook asfalt worden uitgehaald. Ik weet niet hoe je de shovel. De shovel, ja. De shovel die brengt het asfalt aan. Die jongens scheppen het eruit op het doek. Op het doek. Op het doek. En zodra dus het op het doek ligt, dan gaat er een laagje zand overheen, zodat het niet meer plakt als het een rol wordt. Maar voordat het zand erop komt, komt er nog een laagje water overheen. Ja, of tenminste, precies. Er wordt water opgesproeid, zodat het zand ook daadwerkelijk goed plakt precies. Aan het asfalt. We staan nu voor de asfaltmatten. Alleen, waarvoor worden ze? Ja, ze worden gebruikt op locaties waar tijdelijke opvang van water nodig is. En je moet je dus voorstellen, net zoals als je vijver in je tuin maakt, heb je vaak van het vijverdoek wat je onderin legt. Nou, dat is soortgelijk hieraan. Dus je legt dat onderin de tijdelijke opvang. Ja. En je zet hem met pinnen aan elkaar vast. En dan heb je een mooie basis waar het reservewater in kan. Nou, en voor mij is het helemaal duidelijk waar de asfaltmatten voor gebruikt worden, maar vooral ook moeten gemaakt worden. Ja. En op de achtergrond zijn ze volgens mij ook met hele interessante dingen bezig als het gaat om asfalt. Maar wellicht dat we daar in een andere vlog nog even terugkomen. Nou ja, tot ziens, tot de volgende keer. Doei!